Het doel van de lezing is eigenlijk kort door te wandelen wat je nodig hebt als je je e-mails wil leren versleutelen naar andere mensen, dus je encryptie wil opzetten. Iedereen gebruikt dat. Ik ben 40 jaar oud, maar niet zo bedoeld om encryptie mee erin in het protocol te hebben. Dus het is een soort add-on, of een soort, ja, je versleutelt je mail door een ander gereedschap te gebruiken. Mailtjes normaal zien die er zo uit. Hè. Dit zie je meestal niet als je de headers van je mail niet bekijkt, maar het komt eigenlijk op neer dat je mail gewoon een platte tekst is met een aantal headers. Datum, afzender, degene die het post, wat voor type encoding en de content. Hè. Dit is de content, dit is je metadata. En in je e-mail client wordt dan meestal je naam en de datum door netjes op bepaalde veldjes afgebeeld. Het is gewoon platte tekst en de e-mail client doet er wat niks mee. En dat is dus niet versleuteld. Het doel van die versleuteling is dat je authenticiteit daarvan waar die mail vandaan komt, dat die dus echt is, wilt kunnen bewijzen dat je de integriteit van die mail, dat die niet onderweg ergens een beetje veranderd is of zo, garanderen dat dat niet gebeurt. En ook dat je de informatie die je doorgeeft vertrouwelijk is. Alleen voor die persoon die jij die mail stuurt, kan ook alleen die mail ontsleutelen, omdat die een unieke sleutel heeft die die persoon met een wachtwoord erop kan inzetten om die mail te ontsleutelen. Zo. PGP is dan het codewoord. PGP bestaat ook al vrij lang. Dat is iets uit de jaren 90, begin jaren 90, voor zover ik ben niet helemaal zeker. En dat is de methode om mails te versleutelen. En dan heb je een public key, een private key nodig. Een public key moet je uitdelen aan andere mensen, zodat die naar jou toe een mail kunnen maken die alleen jij kan ontsleutelen. En het is veel moeilijker om met de public key een mail te ontsleutelen dan met de private key. En dat is de hele basisgedachte achter PGP. Jullie zijn bekend met e-mail zeker wel, maar met versleuteling van niet alleen mail, maar gewoon ook om op andere manieren teksten te versleutelen en door te geven aan andere mensen. Misschien niet direct, maar dit is dan dus het versleutelde tekst. Ik heb daar wel kleiner geknipt, want dat wordt meestal veel langer en dat past in een sheet. Dit is volledig versleuteld, dus je kunt er niks aan, iemand anders kan er niks aan lezen. Je kunt ook je mail ondertekenen, een handtekening. En daar komt er ook zo'n tekstblokje om je mail heen te staan. Ik heb die daar niet in opgenomen, maar dat zou je dan straks zelf kunnen gaan zien als je je mail naar andere mensen, van andere mensen krijgt die je mail ondertekent met hun eigen privésleutel. Als jij de publieke sleutel van die persoon hebt en het in die mailclient zo danig ingesteld dat je die dus hebt, kan je daarmee de authenticiteit van die persoon zijn handtekening verifiëren. Dus dan staat in je mailclient, ja, die persoon die jij zegt te kennen met die sleutel, heeft hij ook echt ondertekend. Dan blijft de rest van de tekst gewoon leesbaar, ook voor andere mensen. Dat linkje heb ik hierbij gezet om zo de public key encryption, dat wordt dan met in die... En het filmpje getoond. Ik kan het straks even opzetten, maar ja, ik zal het weglaten omdat het ons 7 minuten duurt. En kunnen we die tijd misschien beter gebruiken om direct met de software-installatie bezig te gaan. Dus ik heb net hier gezegd over wat je bij die public key en die private key voor kan, waar die ter sprake komen. Dus voor die authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Je moet je public key wel publiceren, ofwel geef je die door in een klein tekstbestandje een attachment naar de personen die jij graag wil vragen om je mails naar jou toe te encrypten. Of je kunt die publishen op een key server. Die kan je dan importeren vanuit het internet, maar je kunt ze daar ook zoeken. En je hebt een e-mail client nodig die dat kan. Hè? Dat ga je op Google met Gmail, mail.google.com. Het is niet ondersteund daar. Je moet daar wel encrypted mails ontvangen en dan zal je die helaas in platte tekst in een tekstbestandje moeten zetten en dan door de molen maken. Het is gewoon niet bruikbaar. Handig is dat je een lokale e-mail client hebt waarmee je dan die Gmail bekijkt. Dat is in ieder geval de praktische oplossing. Er zijn nog een aantal andere e-mail clients, zoals Mailpalen.
weet niet of jullie daar voor iets van gelezen hebben. Het is een project dat nu in beta is. En dat is de bedoeling is, daar, je start dat gewoon op je PC of op je servertje. En dan krijg je een webinterface. En onder water kan je een mail ophalen en versturen naar Gmail of via andere provider, via eigen mailbox. En dat is de bedoeling van het project om encryptie daar volledig transparant erin te zetten, dat dat komt vanzelf. Ik kan dat niet laten zien, maar mailpaal.is is wat relatief recent is. Dus, kan je veel mensen niet zomaar zeggen van ja, gebruik dan mailpaal, want dat is leuk voor jullie als toehoorders en eventueel ook wat ervaren computerliefhebbers, is dat wel iets om te doen, maar niet voor familie of mensen die zo alleen een mailtje willen versturen en verder niet te veel doen. Dus, wat gaan we doen? Je pakt Thunderbird van het Mozilla project, je doet er een plugin bij in Gmail, en als het er nog niet is, heb je een GNU Privacy Guard op Linux. Dat is een tool waarmee je die sleutels kan beheren en aanmaken. En onder Windows GPG for Win. Dat is de drie verschillende stukjes software die je op je machine moet hebben. En er is een goed tutorial bij Free Floss Manuals, waar dat dan dat hele opzet van hoe je dat uitpakt. Het is een paar screenshots waar je moet instellen wat je moet doen. Is daar vrij goed uitgelegd. Een paar dingen waar je op moet letten als je het eenmaal aan de gang hebt en je begint mails naar andere mensen te versleutelen en zo. Je moet een goed wachtwoord kiezen wat je regelmatig nodig hebt om je eigen privésleutel te ontsleutelen van te deblokkeren. Gebruik een password manager, een moeilijk wachtwoord liefst. En stop dat in zo'n password manager. KeePass is er een dat op je PC bestandjes ook kan openen. En LastPass is een webtoepassing, een webservice of hoe heet dat zo, die in de cloud. En die kan je met een plugin ook de e-mail via je wachtwoord laten onthouden. Pak die dingen op, of anders zit er een probleem. Zorg voor backups van je. Hier zou bewaar je sleutel op meerdere plaatsen. Je kunt onder Linux, onder Ubuntu heb je gewoon de .gnu.pg directory. Die kan je gewoon zippen en op een andere locatie ook zetten, eventueel. En met, ja, dit is een andere manier om dat te delen. Gooi dat ding in Dropbox, maar misschien niet, maar... Er zit een wachtwoord. Een goed wachtwoord op je privésleutel is wel belangrijk. Ik bedoel, als andere mensen met jouw sleutel aan de haal gaan, is het oké, okay, maar als je wachtwoord weet, dan is het helemaal oké. Dat is goed. Om zeep. Dus, de defaults die je meekrijgt, als je een e-mail bij hebt gestaan en je hebt de sleutel gemaakt, dan krijg je een proces. Als je er nog geen hebt, gaat hij je vragen of je sleutel wil maken. Voel een wachtwoord in, nog een keer, en dan krijg je er zelf vanzelf eentje. Default wordt er gewoon altijd ondertekend. Dus het is dan niet dat jij je eigen sleutel gebruikt. Sorry, dat is het niet. Je hebt je eigen sleutel en daarmee kan je je mail dus ondertekenen. Je hebt niet het sleutel van anders nodig. Wat heb ik nog? Net had ik gezegd, als je een sleutel hebt, ga je je public key uitdelen aan anderen, zodat die mensen mails naar jou kunnen versleuteld kunnen opsturen. Dat kan je doen als attachment, maar je kunt ze nog als public key server dumpen. En dan kan iedereen je mail op intikken en public key terugvinden. Wil je dat liever niet, dat hoeft niet. Het is een manier om je informatie die jij hebt, public key, met een e-mailadres te publiceren. Ja, je e-mailadres staat er dan dus wel op het hele internet. Als je dat privacy technisch liever niet hebt, uitwisselen met attachments. Per e-mail of op een memory stick. Dat kan ook. Of op een website dump je gewoon je public key in tekst. Mensen kunnen dan kopiëren, in eigen bestandje zetten, importeren in je sleutelbos. Of die importeren jouw sleutel dan in hun sleutelbos. Dat kan ook. En als je zo'n sleutel importeert, moet je natuurlijk wel weten dat dat de echte persoon ook is die daarachter zit. Die moet dan een fingerprint genereren. De persoon die daarachter zit, moet die fingerprint op zijn eigen pc ook genereren van zijn privé sleutel. En dan moet je met elkaar even luisteren of dat klopt, of het overeenstemt met elkaar. Dan weet je het zeker. Dus we kunnen dat vandaag dan doen. Keysign doen we vanmiddag, later in de dag. We kunnen daar in de loop van de dag ook aan mee beginnen.
Dat garandeert dan nog iets meer, maar hier, ja, dan heb je de Web of Trust. Key signing zorgt daarvoor. Je zegt, wat er gebeurt dan is, je hebt de key op het internet, je ontmoet die mens ergens en je zegt, hier is mijn public key. Dan zegt hij, ja, oké, dus mag ik dan wel zien dat je er echt bent? In levende lijve, ik ken je naam, rijbewijs of een paspoort zien, dat je inderdaad dat bent. Een beetje overdreven misschien, maar je gaat, als je die verificatie hebt gedaan, dan weet je dus dat die andere persoon die tegenover je zit het echt is. Met naam en toenaam. En dan kan je beslissen om die andere persoon zijn public key te tekenen, digitaal. Wat er gebeurt dan, is dat die public key, dan stel dat die op het publieke key server staat, die kan je dan vanuit die pc van jou uit, die key getekend hebbende, stuur je die terug naar het net. De andere persoon kan die dan importeren en dan ben jij degene die zijn sleutel ondertekend heeft. Hoe meer mensen zo'n sleutel van jou ondertekenen, hoe groter jouw credibiliteit wordt van dat je echt bestaat, ja, dat die sleutel ook echt van jou is. Dat is elk jaar Fosdem, ik weet niet of dat mensen die wel eens zijn geweest, dat is zo in het voorjaar, in de winter, in het begin februari, op een key signing party waar dan 100 mensen staan, die allemaal hun sleutels aan elkaar laten zien en dan verifiëren. En achteraf dan beginnen te tekenen. Dan moet je ook je ID bij hebben. En als je dan thuis komt, na een paar weken heb je gewoon 20 mensen, 25, 50 mensen die jouw sleutel hebben ondertekend. Die hebben dan gezegd, die zeggen daarmee, ik ken jou. Of die hebben je dan daarmee geverifieerd. Daarmee is je sleutel gewoon makkelijker te vertrouwen door mensen die jou nog niet kennen en ook niet direct ontmoeten. We kunnen zien dat er een hoop mensen zijn die die persoon vertrouwen. Dus dat je, ja, aan de hand daarvan kan je dan beslissen van, kun je importeren die. En je hebt de CACERT. CACERT is een Certificate Authority met als TALKI en RSA en nog eens wat Certificate Authorities. Er zijn zelfs overheden die certificaten mogen uitdelen. Voor bijvoorbeeld je website te versleutelen, HTTPS, een SSL-certificaat wordt getekend door zo'n Certificate Authority. In je webbrowser zitten die Certificate Authorities erin. Dat zijn gekende en oké bedrijven die dat mogen. Dus ik laat die sleutel waarmee jij je HTTPS-website doet, wordt dan door alle webbrowsers geaccepteerd van dat is kosher, dat is oké. Okay. En dat kan je dus ook bij CSR doen. Je kunt daar ook even de key daar publishen en laten ondertekenen door mensen die gecertificeerd zijn om dat te doen. Iedereen kan dat. Als je dat zelf met iemand anders verificatie doet, kan je bij CSR ook zo een trail achterlaten van een persoon die gekend kan. Dus dat zijn de twee verschillende extra's waarmee je geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van je sleutel aangaan. Nou, dus. De kleur is wel niet helemaal optimaal. Aan de slag, de mensen die graag dat willen doen, je download Thunderbird, download daarna in Thunderbird zelf, je wijst de add-on aan een e-mail, installeert die en start die Thunderbird en dan ben je quasi vertrokken onder Ubuntu dan tenminste. Zijn er mensen die nu daar graag op verder willen werken? Want ik heb expres, we kunnen een half uurtje aan babbelen. Het zal een uur duren, kunnen we daar een half uur even mee spelen en werken. Dan sluit ik deze presentatie af en doen we dat gewoon in de stoeltjes. Zijn er vragen? Zijn er ook oplossingen voor Android? Ja, je hebt K9 mail. Ja. Plus AGP. De AGP is een sleutelbosbeheerder en K9 Mail is de mailclient. Dat is een prettig klein e-mail ding. Relatief kleine smartphones op werk. Daar moet je een sleutel die je nu kan genereren, de APG importeren en dan je mail instellen en dan dat werkt daarmee, dat is geïntegreerd. Dus dat is de andere weg. Onthoud wel goed dus dat als jij thuis een Thunderbird hebt en op je laptop een Thunderbird hebt en K9 Mail hebt, dat je dan wel die sleutels moet meepakken, die sleutelbos. Dan kan je namelijk je mail wel lezen, maar niet, als je
je die sleutel niet hebt, kan je het niet echt ontcijferen wat er staat. Als je een versleutelde mails binnenkrijgt. Of wil versturen, die sleutel ook. Dat is een beetje een gotcha, maar het is eigenlijk wel voor de hand liggend. Heb je ervaring met masterkey en subkey encryptie? Masterkey, dus dat je een masterkey hebt en dat je verschillende subkeys kunt genereren die je dan kan verdelen per link. Ik heb alleen ervaring in de context van PGP. Een masterkey is een andere. Dat is ook PGP, maar. Is dat niet in de sub van OpenSSL? Ja, dat wordt ook gebruikt om mails te ondertekenen, maar je hebt dan de subkey, als die ooit verloren gaat of gehackt wordt, dus dat je dan de masterkey kunt met andere subkeys genereren. Ah ja, dan onder PGP kun je doen die invocation documentjes die je dan kan opsturen naar de keyserver waarmee je jouw eigen publieke sleutel aangeeft van nee, oké, deze niet meer gebruiken alsjeblieft. Master, zou je geweest met dat kan je nog eens zeggen? Ja, masterkey. Dat is het product of de... Nee, dat is. ik weet niet juist hoe je dat moet gaan vinden, maar ik denk ook dat PGP ook gebruikt wordt. Masterkey. Ja, het kan goed zijn dat die sleutels gewoon sowieso als zodanig te gebruiken zijn, dat hetzelfde voor hetzelfde bedoeld zijn. Maar ik kan wel even opzoeken. Ter slot van rekening het internet er ook voor. Master key, the key to your performances. Nee. Ik moet er wat meer bij tekenen. Ja, komt dat niet. Nee, ik zal ook even zoeken en dan kan ik misschien een link geven. Ja, dat mag. Handiger en dan liever van de samenwerkingsprobleem. Deze lezing doe dat. Ik wil daar meer dingetjes mee doen. Ik ben er zelf zo aan het onderzoeken van hoe kun je die informatie die je nu hier deelt makkelijker voor het gewone publiek ook beschikbaar maken. Doe mee met privacy café of crypto parties, dat soort dingen. Er zijn er niet zoveel, maar dit is iets van, ja, zodat mensen hebben die de techniek wel beheersen, maar ook het enigszins begrijpelijk kunnen overdragen. Dat is vind ik een leuk onderwerp om te werken. Dus als je daar ook ideeën rond hebt, laat maar horen. Dit was een onderwerp wat je in zo'n crypto party tegen kan komen. Van het begin met je mails te versleutelen of doen. Ja, je hebt daarvan gelezen en gehoord van ja, heb ik dat wel of niet, heb ik dat echt van nodig. Ja, probeer het uit en doe dat mee wat jij van belang vindt. Oké, klaar. Dankjewel. Ja.